Dag dames en heren, we kunnen terugkijken op een schitterende najaarsdag met veel zonneschijn, ook wat stapelwolkjes en het bleef overal droog. Wel nog een matige noordoostenwind erbij. Een nou, er wel uit strijden. De weerfotograaf die maakte vanochtend een prachtige foto van de zonsopkomst. Moet je eens kijken. Echt een hele mooie weerfoto. Met nog mist hier zo op de velden. Plaatselijk kwam er mist voor. Rotterdam Airport had zelfs even een zicht van maar 80 meter. Als we kijken naar de komende nacht, dan hebben we te maken met opklaringen. Lokaal kan er weer een misbank gaan ontstaan. Temperaturen 10 tot 13 graden en de wind neemt af tot zwak uit het noordoosten. Ja, dan morgen overdag hebben we geregeld de zon erbij. Het blijft overal droog, dus prima weer voor de buitenactiviteiten. Het ongeveer 21 graden en dat bij een matige wind en die komt dan uit het noordoosten. Nou, zondag zal er waarschijnlijk meer bewolking aanwezig zijn dan zonneschijn. Af en toe zon dan bij temperaturen van de graad of 20, het blijft dan droog. Maandag trekt er een zwak warmtefront over onze regio vanuit het noordoosten. De bewolking kan dan zo dik zijn dat er zelfs een klein beetje lichte regen uitvalt. Bij een temperatuur van 20 à 21 graden. Maar achter dat zwakke warmtefront ja, komt de aanvoer van warme lucht op gang. En dat gaan we zien op dinsdag en woensdag. De temperatuur gaat oplopen naar maar liefst 24 graden. Op woensdag een mix van zon en bewolking. En dan blijft het ook weer overal droog bij een wind die gaat draaien naar het zuidoosten. Nou, vanochtend hadden we dus te maken met mist. En als die oplost, nou, dan levert dat prachtige plaatjes op. Zoals hier zo bijvoorbeeld bij het Centraal Station in Rotterdam. Echt een fraaie plaat van Daan Huisman. En die foto die kreeg ik via Twitter. Ook dat kan. Ik wens u een prettig weekend toe en heel graag tot maandag.